Waarom is desinformatie opeens een probleem? En wat is dan precies de probleemdefinitie? Een hele goede avond allemaal. Wat fijn dat u er bent, wat goed dat u er bent. Mijn naam is Farid Ibarki, ik ga het vanavond in goede banen leiden. We gaan het vandaag hebben over de Digital Services Act, nieuwe wetgeving van de Europese Unie, 3 weken van kracht. En hebben we daarmee een probleem gecreëerd wat betreft de vrijheid van meningsuiting, of hebben we juist een probleem opgelost? We gaan het vandaag proberen met elkaar te ontdekken. Een heel recent onderwerp, afgelopen vrijdag, kop in het Financieel Dagblad. Nieuwe wetgeving tegen desinformatie, dat gaat over deze wet, bedreigt de vrijheid van meningsuiting. Laten we beginnen. We gaan straks een gesprek voeren met Martijntje Smits van de Vierde Golf, een van de mede-organisatoren samen met de balie van dit programma. En met Evelyn Austin, de directeur van Bits of Freedom. Maar we beginnen even met een expert die echt alles van de Digital Services Act weet. Graag een applaus voor Paddy Leersen. Promovendus informatierecht en jouw PhD-project onderzoekt de juridische constructie van transparantie bij het cureren van sociale media-inhoud. Dat klopt. Ja, ja, dat lijkt me nou nog eens een leuk onderwerp om wat te promoveren. Nou, ik vond het wel erg leuk om te doen. Ja. En ik vind het ook hartstikke leuk dat juist nu dat er ook een veel breder maatschappelijk debat over begint. Nog veel meer dan eerdere wetgeving op Big Tech gebied. Ja. AVG, dat ging over privacy. Eerlijk gezegd, ik denk dat de meeste mensen mij ook een beetje koud laat. Cookies en dergelijke. Maar dit zijn issues waar iedereen toch wel een mening over heeft. Ook misschien ervaring mee heeft. Oké, okay, interessant. Ja. Jij zegt van, ja, privacy, dat geloof ik allemaal wel. Maar eigenlijk, nu gaat het ergens over. Ja, mijn collega's in privacyrecht zitten heel boos als ik dat zeg. Ja, die kijken mee. Maar die denken nu, ik denk, je kunt wel zeggen dat de gemiddelde persoon... het loopt minder hoog op dan als een comment wordt verwijderd als je account kwijtraakt. Dat treft mensen veel directer, denk ik. Oké, okay, nou, interessant. Hè? Je zegt al, je maakt een onderscheid tussen privacy en deze nieuwe wetgeving. Ja. Als je het onderscheid moet duiden voor ons even, dan wat is het grote verschil met de wetgeving die nu 25 augustus in werking is getreden officieel? Vergeleken met de eerdere wetgeving rond de GDPR, denk ik, waar je het over hebt. AVG, GDPR, is dezelfde wet. Ja. Inderdaad, dat is een goede manier om de DSA-link uit te leggen, want... De AVG die ging dus over de gegevens die de platforms over de gebruiker aan het verzamelen waren. Ja. En daarom om privacy, om cookies, dat soort dingen. Ja, dan moest je mee instemmen. Precies. En dat moet je allemaal... Ja. Okay. Terwijl de nieuwe wet die gaat meer over wat het platform doet met de uitingen of de inhoud die jij aanlevert. Dus jouw posts. Hè, dus wat jij stelt op het internet. Ja. En wat voor problemen daaromtrent allemaal kunnen ontstaan. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, je zegt het leeft. Financieel Dagblad afgelopen vrijdag. Ja. Wat vind je van zo'n kop? Nogmaals, wat was die ook alweer? Nieuwe wetgeving tegen desinformatie, dat is dan het frame van deze Digital Service Act, bedreigt de vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. Wat zegt deze kop over dit onderwerp en over hoe er nu over wordt geschreven? Nou, mijn taak, ik zei het al bij de voorbespreking, vandaag is om alles kapot te nuanceren. Ah, ik vind het heel goed dat er een discussie ontstaat. Maar een heldere taakopvatting. Wat is de grootste misvatting? Nou, dat het dus een verbod op desinformatie is. Okay. Dat is absoluut niet het geval. Klinkklare onzin. Ja, en FD die heeft waarschijnlijk zojuist ook iets beter gedaan. Maar ook van hen zou ik zeggen, die kop die deugt niet. Nee. Want deze wet gaat niet over desinformatie. Nee. Dat is als u zegt dat het burgerlijk wetboek over contracten gaat. Ja, het gaat ook over familierecht en al die andere dingen. Ja, okay. Dus het is veel breder dan dat. Oké, okay. Nou, waar gaat het wel over? De reden dat het moeilijk is om dat samen te vatten is juist omdat het zo breed is. Okay. En de beste manier om samen te vatten, ik zei het al, is wat doen platforms met de inhoud die gebruikers aanleveren? Ja. Dus dat gaat... Dus en die platforms? Ja, goede vraag. Ja? We hebben het over online tussenpersonen. Dus diensten, online diensten die bestaan in de opslag of het versturen van de inhoud die gebruikers aanleveren. Dus dat kan een Facebook zijn of een YouTube, maar bijvoorbeeld ook een Dropbox die ook jouw inhoud aan het opslaan is, bijvoorbeeld. Okay. We hebben het over diensten van alle formaten, maar voor de grootste diensten met meer dan 45 miljoen gebruikers zijn er aanvullende, zwaardere normen die gelden. Ja. Dus dat zijn ongeveer de diensten die gereguleerd worden. En die gelden nu al en ik geloof dat op een later stadium het voor kleinere platforms gaat gelden. Ja. Ja. Dus, eind augustus zijn de eerste regels voor de grote platforms in dienst effectief geworden. En begin volgend jaar, in februari, wordt het ook op de kleinere diensten van kracht. Okay. Ja. Dat was 25 augustus. Ja. Hebben we daar iets van gemerkt? Jawel, ik denk het wel. Ja? Ja, er zijn natuurlijk geen grote verrassingen, want experts die weten natuurlijk wat er in die wet staat, wat er ongeveer verwacht wordt van die platforms. Je hebt bijvoorbeeld nu nieuwe mogelijkheden om te melden dat er illegale inhoud is.
Maar als je bijvoorbeeld nu zult hebben dat die inhoud verwijderd wordt, zoals jullie een paar van jullie al eens overkomen, dan heb je nu ook nieuwe rechten bijvoorbeeld. Ah, okay. Ze moeten beter toelichten wat ze gedaan hebben en waarom. Je kunt ook in beroep gaan, dat soort dingen. Ja. Ja. Laten we even nadenken over welke problemen lost dit op. En daarna kunnen we dan hebben over wat volgens jou de problemen zijn die ontstaan door dit. Maar we hebben nu een reglement voor hoe we met content, online content die door mensen wordt geproduceerd. Ja. Maar we hebben ook rechten erbij gekregen als gebruikers, als iets wordt verwijderd wat niet verder had moeten worden. Nou, ik denk dat we een beetje bij het begin moeten beginnen. Ja. Ik heb ook wat slides meegenomen. Oh, nou. Dus ik denk een voorvraag, als het vanavond over desinformatie gaat, is dat eigenlijk wel illegaal of niet? Pas dan kun je echt een goede discussie over de Digital Services Act gaan hebben. En zoals veel van jullie misschien al weten, desinformatie is aan zich niet verboden. Het is niet verboden om te liegen in Nederland, of eigenlijk waar dan ook in de EU. Maar het is natuurlijk wel zo dat sommige vormen van desinformatie om andere redenen illegaal kunnen zijn. Ja. Dus holocaustontkenning, dat is wel illegaal, maar niet omdat het onwaar is, maar juist ook omdat het aanzet tot haat. Ja. Smaad en laster zijn een vorm van onwaarheid die iemand in zijn eer een goede naam aantasten. Ja. Ga zo maar door. Ja. Dus dat zijn allemaal juridisch gedefinieerde illegale manieren van informatie. Dus we hebben een heel scala aan wetten in Nederland die bepalen wat je wel of niet wilt zeggen. De vrijheid van meningsuiting is nooit onbeperkt geweest. Ja. He? En de DSA die verandert dat niet. Dat is goed om te weten. Ja. Dus we hebben een bepaalde scala aan dingen die je wel of niet mag zeggen. Ja. Ik heb hier een voorbeeld van iets wat dan bijvoorbeeld, kort gezegd, is het hier een geval waarin wel een onwaarheid wordt gesteld. Ja. Maar er wordt eigenlijk iemand onterecht beschuldigd van liegen. Met gebruik van Photoshop en dergelijke. Ja. Nou, dan zou het misschien smaad of zo kunnen zijn. Dit zou smaad kunnen zijn. Precies. En dan mag je het dus weghalen als dit is Facebook. Nou, dan heb je hem dan als je dan een advocaat in de arm neemt om dan een brief te sturen naar Facebook. Of in dit geval Twitter. Ja. Dan zouden ze verplicht hebben misschien om dat te moeten verwijderen. Ja. Maar als het om desinformatie gaat, juist omdat de meeste gevallen, die zitten daar rechts, hè, die zijn niet verboden. Kom je daar helemaal niet aan toe. Nee. Maar wat dan wel geldt, is de contracten van het platform zelf. Dus hier is een overzicht, je hoeft niet allemaal te lezen over wat voor desinformatie Facebook allemaal verbiedt. Maar dat is niet op basis van het Nederlands recht. Nee. Niet dat het Nederlands recht dat verbiedt. Dat is gewoon simpelweg iets wat Facebook als eigen beleid heeft ingesteld. Okay. En hoe verhoudt zich dat tot die nieuwe wet vanuit de Europese Unie? Precies, dat is waar we nu aan toe komen. Want de Digital Services Act die schrijft dus regels over hoe een platform zijn eigen normen, zijn eigen dienstvoorwaarden handhaaft. Ja. En er zitten ongeveer twee belangrijke dingen in die ik zou samenvatten, die ook met desinformatie te maken hebben. We hebben het over gehad dat het over online tussenpersonen gaat, et cetera. Er is dus geen verbod op desinformatie, maar het belangrijkste is, ik zou het noemen, een zorgplicht voor de grote platforms. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld burgerdialoog, verkiezingsdialoog, volksgezondheid, maar ook bijvoorbeeld fundamentele rechten. Dan kun je denken aan privacy of verbod op discriminatie, maar ook dingen als informatierecht, mediavrijheid, vrijheid van meningsuiting. Dus je zou kunnen zeggen dat is een mes dat snijdt aan twee kanten. Het platform heeft meer verplichtingen om mogelijke risico's omtrent burgerdialoog aan te pakken. Daar denk ik desinformatie. Ja. Maar ook bijvoorbeeld om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen. Kijk, als iets illegaal is, dan is gelijk het gevolg dat je het moet verwijderen. Ja. Smaad of laster. Ja. Maar als er sprake is van een zorgplicht, moet je ook nog maar aantonen dan, maar goed, oké. Okay. Precies, ja. Maar als er sprake is van een zorgplicht, dan kunnen er verschillende maatregelen gepast zijn. En je zou zelfs kunnen zeggen, zo interpreteer ik de DSA, dat er juist voor zo'n vorm is gekozen, omdat ze expliciet niet een verbod wilden. Ze wilden niet de platforms ertoe dwingen om desinformatie te verbieden. Nee. Dus in plaats daarvan zijn er dingen zoals fact-checks. Helaas kun je het volledige ding niet zien. Ja. Dit is een tweet die ik vandaag van Twitter plukte. Okay. Deze meneer zegt, you'll never eat chicken nuggets again. En iemand anders heeft toegevoegd, this is manufacturing of rubber bands, not chicken. Oh, okay. En dat is een functie die Twitter heeft toegevoegd, dat andere gebruikers een soort van context en correcties kunnen aanleveren. En als er nog genoeg op gestemd wordt, dan wordt dat zichtbaar erbij. Hm. Nou, dit is een voorbeeld van een nieuw beleid dat platform heeft ingevoerd, wat met het systemische risico van desinformatie te maken heeft. Ja. En een middel aanlevert, wat dus eigenlijk niks te maken heeft met in individuele gevallen het verwijderen. En er zijn heel veel andere maatregelen die je kunt bedenken die in dezelfde kant op gaan, die meer te maken hebben met hoe gaan gebruikers de interactie met elkaar aan? Kun je daar een soort gezonder of productiever discussie van maken door je dienst slimmer te ontwerpen? En je had ook andere dingen in deze wet kunnen opnemen. Kan je iets zeggen over, niet de volledige roadmap, maar zijn er nou interessante onderwerpen binnen of buiten deze wet gaan vallen gedurende die discussie die is gevoerd over de inwerkingtreding? Nou, een leuk voorbeeld is wel, er waren mensen die zich nog steeds natuurlijk zorgen maakten om vrijheid van meningsuiting. Natuurlijk waren er in het begin ook mensen die een verbod op desinformatie wilden meenemen in de DSA. Ja. Die heeft de eindschrift niet gehaald. Nee. Maar een andere variant erop was het beschermen van journalistieke accounts. Oh, ja. Dus daar werd eigenlijk gezegd van, journalisten die hebben wel een eigen manieren om de inhoud te waarborgen.
Ik zie je al knikken, maar je bent het verlegen mee eens. Ja. En dan is het eigenlijk onterecht als een platform dan vervolgens dat dan dunnetjes over gaat doen en gaat bepalen of dat klopt of niet. Of misschien, daar hebben veel journalisten wel eens last van, dat een account verwijderd wordt of iets dergelijks. Ja. Dus er waren partijen die ervoor stonden dat in de DSA een soort van extra bescherming voor journalisten zou komen. Dus waar de gemiddelde gebruiker misschien zijn account kwijt zou raken, dat dat voor een journalist niet zou gebeuren. Okay. Voor de media. Dat heeft de eindschrift ook niet gehaald. Omdat mensen zich zorgen maakten dat er veel partijen zijn die zich voordoen als media. Maar eigenlijk heel erg onbetrouwbaar zijn. En dat op die manier via de achterdeur desinformatie zou komen. Ja, ja. Ja. Ik hoor mensen lachen. Nou, dan krijg je dus definitief, ja. Dan krijg je een vraag over wat is een journalist? Is dat aantoonbaar? En dan krijg precies. Je dat nee, want er is natuurlijk ook, er zijn ook redenen vanuit de vrijheid van meningsuiting. Als je wil zeggen, de wet moet niet bepalen wie een journalist is of niet. Ja. Wat ik belangrijk vind om te noemen nog over de DSA. Ik heb nu een soort van het belangrijkste deel dat tegen desinformatie werkt genoemd. En er zijn natuurlijk ook nieuwe waarborgen die deze wet maakt. Die voor mensen die zich zorgen maken om vrijheid van meningsuiting heel significant zijn, zou ik zeggen. Inhoudsmoderatie gaat over het opleggen van sancties op gebruikers. Dus heb ik juist wel over die individuele gevallen. Ja. Je raakt je account kwijt, je wordt gedemonetiseerd. En daar hebben platforms hier ook bijkomende verplichtingen voor. Okay. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met, nou, een platform mag wel zijn eigen regels hebben over of desinformatie of naaktheid of noem maar op, allemaal verboden zijn of niet. Ja. Maar als je dat doet, moeten die regels wel helder en specifiek zijn. Dus die dienstvoorwaarden moeten niet gewoon zeggen, we verwijderen aanstootgevende inhoud bijvoorbeeld. Dat heeft er wel eens gestaan. Nee, het moet specifiek zijn. Oké, op welke grond? Okay. Vervolgens moet je dus ook je klacht toegankelijk kunnen melden als je die hebt. Maar als je inhoud ook verwijderd wordt, dan zo, zei ik het al, moet het ook goed toegelicht worden. Waarom is het verwijderd? Okay. Moet je ook volgens in beroep kunnen gaan. Binnen de dienst ten eerste moet er een klachtenfunctie zijn, waar sowieso ook niet alleen een algoritme of een automatische besluitvorming, maar ook een echt persoon naar je geval zal kijken. En als je daar niet mee eens bent, moet je ook bij een nationale instantie in beroep kunnen gaan. Zonder dat je gelijk helemaal naar de rechter hoeft, moet dat een soort laagdrempelige functie zijn. Dus okay. Ik denk dat als mensen zich zorgen maken om vrijheid van meningsuiting, een goed voorbeeld is een zaak die niet zo lang geleden was, die misschien wel kent, of sommige mensen in de zaal tenminste, van Wiebe van Haga. Die was een LinkedIn-account kwijtgeraakt. Ja. Wat heel interessant is aan die zaak, heel veel mensen hebben de platforms aangeklaagd om een account terug te krijgen. Mm-hmm. En hij is de eerste die het gelukt is. Interessant is dat de rechter concludeerde dat LinkedIn terecht had geconcludeerd dat zijn uitingen desinformatie waren. Ja. Dat het binnen het recht van het platform was om die vorm van desinformatie omtrent COVID te verbieden. En dat ze in dit geval juist gehandhaafd hadden. Maar? De procedure was niet zorgvuldig. Ah. Want wat niet duidelijk was gedurende die procedure, hij heeft meermaals is hij de schreef overgegaan. Dus de eerste keer wordt alleen de post verwijderd. Maar hoe dat bij LinkedIn werkt, is als je meermaals, ook terwijl je nog op beroep bent voor een eerder geval, nog een keer over de schreef gaat, dan zeggen ze, oké, dan ben je af, dan ben je account kwijt. Ja. Nou, dat was voor Van Haga niet inzichtelijk, is niet helder gecommuniceerd. En daarom heeft de rechter gezegd, nou, dan moet je toch je account terugkrijgen. En daarbij, deze uitspraak was al meer dan een jaar geleden, beriep de rechter zich expliciet op de normen die in de DSA kwamen. Van, ja, we kunnen eigenlijk in het licht van de DSA concluderen dat platforms nieuwe zorgvuldigheidsplichten hebben, helder en consistent te werk moeten gaan. Nou, en dan krijgen waarborgen zoals dit. Oké. Okay. En nou is die wet 15 augustus in werking getreden. Ja. Hebben we voor zover je weet al die platforms nu inderdaad hun volledige procedure transparant gemaakt en zijn ze nu accountable en de hele shebang? Ja en nee. Oh. Ik zei het al, ik ga alles kapot nuanceren vandaag. We zien al wel dat er nieuwe functionaliteiten in die diensten zijn gecreëerd. Mm-hmm. Ik heb nu vooral op bepaalde dingen over inhoudsmoderatie gefocust. Bijvoorbeeld dingen zoals het uitstellen van personalisering in je aanbevelingen. En je krijgt op YouTube misschien de hele tijd dezelfde filmpjes zien. Ik zeg, nou, ik wil niet gepersonaliseerd zien. Nee. Dat kun je nu al selecteren. Als je in zo'n procedure zoals dit verzeild raakt, dan, nou, ik heb het nog niet, ik het zelf kunnen testen, maar dat, in principe moet dat er nu allemaal zijn. Onderzoekers zoals ik, die gaan meer toegang tot data krijgen. Daar zijn wij heel erg enthousiast over. Mm-hmm. Maar een van de grote vraagtekens blijven natuurlijk die systemische risico's. Want wat je er ook van vindt, iedereen is erover eens dat het ontzettend vaag is. En waar dat heen gaat in de praktijk, dat is een heel erg open vraag. Ja. En helaas zal het best wel lang niet duidelijk zijn wat daar gedaan wordt. Dus de platforms hebben nu al een rapport moeten opstellen, die eerste risicoanalyse. En die is naar de commissie gestuurd, maar dat is niet openbaar gemaakt. En dat zal pas over een jaar, als de hele rits van de procedure afgelopen is, dan zal het publiek worden. Dus in die tussentijd blijft het voor ons, voor activisten, blijft het ook wel gissen wat er nou precies gaande is. Dus ik zou daar graag veel meer openheid over zien. Ja, ja. Want bij wie moet je in Nederland klagen als LinkedIn je niet goed behandeld heeft? Ja. Of?
Nou, dan komen wij handhaving uit. Dat is een belangrijke vraag. Ligt, zoals alles bij de DSA, vrij ingewikkeld. Okay. Maar waar het op neerkomt, is dat de grote diensten... die vallen bijna volledig onder het bewind van de Europese Commissie. Ja. En dat heeft te maken dus met... de grote diensten zijn de Facebooks, de Twitters. Exact, alles met 45 miljoen gebruikers of meer. En verder is er handhaving op nationaal niveau. Dat zal, nou, in Nederland is het nog niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk zal het de ACM zijn... Vermoedelijk. Ja, nou, maar de wet is al in werking getreden. Ja, dus implementatieprocedure die in Nederland loopt. Ja, daar is er ook wel voorstel voor geweest. Dus in principe zal dat waarschijnlijk de ACM worden. Okay. Maar hun rol is wat beperkter en ziet vooral bijvoorbeeld op kleinere diensten. Ja. Maar bijvoorbeeld ook op het aanstellen van een nationaal geschilbeslechtingsorgaan, zoals ik eerder noemde. Okay. Dus er is een soort overlap aan verschillende competenties. Wat goed is om te benoemen, de reden dat het nu erg bij de Europese Commissie ligt, is dat we in het verleden zagen dat de platform steeds het land konden uitkiezen dat hun het beste uitkwam. Ja, precies. Dus dat, bij de AVG is dat geweest, bij privacy is dat eigenlijk alles in Dublin belandde. In Ierland, hè, precies, ja. Ja, en we weten helaas dat die niet heel actief zijn geweest met dat dossier. En daarom is de keuze geweest om dat iets meer samen op te trekken en dat via de EU te doen. Oké, dus dat is een stap naar voren eigenlijk. Maar nu is het even wachten dat de landen het allemaal goed op orde gaan krijgen. En heb je daar fiducie in dat zo'n ACM? Ik bedoel, want misschien krijgen ze wel tienduizenden meldingen per maand te verwerken van allerlei Nederlanders die... Ja. gecensureerd worden, dat niet terecht blijkt. En dat moet je dan maar in behandeling gaan nemen. Of Nou, het is natuurlijk niet zo dat de ACM zelf een soort geschilbeslechtingsorgaan gaat worden. Nee. Er zijn dus andere partijen die ze daarvoor kunnen aanwijzen. Wat heeft het niet opgelost, deze nieuwe wet? Ik zou sowieso zeggen dat het niet heel veel opgelost heeft. Überhaupt niet? Okay. Nee. Kijk, er is al veel langer een dynamiek geweest dat platforms en overheden samen dit soort problemen aanvliegen. Maar dat is dan vaak op informele en vrijwillige basis. Dus voor de DSA was er al een code of practice on disinformation. En dat was een partij, een vrijwillige afspraken die de platforms... Voor zelfregulering. Ja, met onder toezicht oog van de Europese Commissie. Ja. En wat er nu gebeurt, en dat vind ik het positieve aan de DSA... hoewel en ik erken dat er echt absoluut problemen zijn met vrijheid van meningsuiting... waar ook scherp naar gekeken moet worden. Mm-hmm. Het positieve ervan is dat dus al die dynamieken nu een formele procedure krijgen... en daardoor inzichtelijker worden voor de burger. Ja. Dat als er dan vervolgens een maatregel wordt genomen... dat je wel een goede uitleg krijgt. En dat als er een bevel... Dus nog even afwachten, maar de belofte is dat we een goede uitleg krijgen. Ja, natuurlijk. Okay. Met wetgeving is altijd handhaving essentieel. Ja. Maar en als de Europese Commissie in een crisissituatie alles verlangt van een platform, dat hebben ze bij COVID ook gedaan, was er ook een stel afspraken die getroffen is. Maar toen ging dat allemaal via een vrijwillige procedure, zonder adequate transparantie, zonder adequate beroepsmiddelen. En dat zal de DSA verbeteren. Oké. Okay. Ja. Je zegt het al, hè? Handhaving is bij wetgeving cruciaal. Wat is de zwaar van Damocles voor de platforms? Wat dreigt voor hen als ze dit niet goed gaan uitvoeren en als ze dus inderdaad... dingen blijven censureren die gezegd moeten worden... of dat ze juist wel informatie blijven verspreiden... die niet verspreid had mogen worden volgens grote boetes. De regels. Ja, grote boetes. Dat is een aantal procent van een jaarlijkse omzet. Kan dan, net als bij de AVG. Ja, maar dan hebben we honderden miljoenen hebben we het dan dus over. Ja, absoluut. Ja. Dus jij denkt dat ze wel gaan opletten? Ik denk het wel, ja. Applaus voor Martijntje Smits en Evelyn Austin. Goedenavond, fijn dat jullie er zijn. Martijntje Smits, rechts voor jullie, mede-oprichter van De Vierde Golf. En Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom. Wat is de belangrijkste stap vooruit die wordt gezet wat jou betreft? Nou, er zit gewoon een... eigenlijk zei Patty het net al. We hebben op dit moment veel meer handvatten... om echt op te komen voor de vrijheid van meningsuiting... en het publieke debat in Nederland. Ja. Dus we staan er beter voor dan 4 jaar geleden... Ja, want het was een Wilde Westen en nu hebben we een gereguleerd Wilde Westen, of? Nou, het was natuurlijk nooit een Wilde Westen, want de regels die gelden in onze samenleving golden ook al op die platformers en ook al online. Ja. Maar er zitten een aantal zaken in de wet, Patty heeft er een hoop van besproken, die gewoon heel veel kunnen gaan betekenen voor burgers, dus voor individuen en de vrijheid van meningsuiting, maar ook voor het debat dat we met elkaar voeren. Oké. Nou, straks nog even kijken of het ver genoeg gaat wat jullie betreft als het gaat over een aantal vraagstukken, maar Martijntje, explorerend. Ik kan wel zeggen dat ik op basis ook van wat ik tijdens de coronatijd heb zien gebeuren, wantrouw heb in ook hoe die platforms zichzelf kunnen reguleren. Mm-hmm. En dan is dus wat jij net noemde van de mogelijkheid van transparantie om je verhaal te houden en uitleg te krijgen en dat je het nog kunt terugdraaien, is dan een hele schrale troost. Mm-hmm. Ik zou zelf zeggen, dat moet je überhaupt niet
aan die platforms overlaten. Ten meer daar ze gewoon een heel ander belang hebben dan het publieke debat, wat het grote belang is. En dat zou eigenlijk de vraag hebben moeten zijn van welke wetgeving dan ook. Hoe dienen we het publieke debat? Mm-hmm. Ik vraag me dus af, maar daar wil ik van jullie, van de deskundige antwoord. Wat was de probleemdefinitie? En wie heeft die probleemdefinitie? Wie was er, zat er aan tafel bij het bepalen van de probleemdefinitie? Ja. Het desinformatie, ja, dat begrip was er opeens. En wij dachten dat het eigenlijk Trump daarmee eigenlijk kwam. En toen lachten we nog allemaal om, want nepnieuws, ja, alternatieve feiten. Maar toen werd het toegeëigend in die coronacrisis als een begrip wat opeens bestond. Nou, die definitie laat ik dan aan de jury. Voor zover ik weet is er geen gedegen onderzoek naar of nepnieuws in Nederland een groot probleem is. En of dat probleem zich meer op de platforms afspeelt of op andere plekken. We weten wel dat het kabinet het al sinds 2018, 2019 heel veel heeft over het probleem van desinformatie. En ik onderschrijf jouw analyse dat over is komen wij uit andere landen waar overigens wel meer onderzoek is gedaan. Dus je zou kunnen zeggen, nou ja, we kunnen aannemen dat dat in Nederland ook speelt. Er staat wel een definitie bij de Rijksoverheid. Mm. En daar staat desinformatie is een opzettelijke misinformatie. En dat is ook een problematisch begrip natuurlijk, want het is heel erg moeilijk om in iemands hoofd te kijken. Dus om te bepalen, vast te stellen dat iemand opzettelijk misinformeert. Ja. Nou ja, dus ik ben niet zo geïnteresseerd in desinformatie. Ja. En ook niet in wie dan precies bepaalt wat het betekent of niet. Wat deze wet volgens mij veel meer had moeten doen, was niet zo geobsedeerd bezig zijn met het online of offline halen van content. Maar kijken naar de systemische macht die er bij deze handvol platforms zit om in te grijpen in het publieke debat en om het publieke debat te beïnvloeden. Ik geloof ook dat dat initieel de probleemstelling is geweest van de Europese Commissie. Wel, dat was wel het uitgangspunt, denk ik. Initieel, ja. Denk ik wel. Ja. Want er wordt al heel lang gesproken over het breken van de macht van de grote platforms. Deze wet is gemaakt tegelijkertijd met een andere wet, de digitale marktenverordening. Ik weet niet wat de Nederlandse term is. Digitale marktenverordening. Die ook gericht is op het breken van de marktmacht van die grote platformen. Ja. Dus ik geloof echt dat dat initieel het uitgangspunt is geweest. Nou ja, we zijn natuurlijk twee crisissen verder. We hebben corona gehad. We hebben de Russische inval in Oekraïne gehad. Ja. En dat heeft helaas ook betekend dat het in de totstandkoming van deze wetgeving heel veel is gegaan over content en over de inhoud van mensen, hun mening. Mm-hmm. Daar is ook heel veel aandacht naartoe gegaan vanuit partijen zoals Bits for Freedom om te voorkomen dat er zaken zoals general monitoring obligations, een grotere invloed van de overheid in wat er wel en niet gezegd mag worden. Dus heel veel aandacht is daarnaar uitgegaan en daardoor is een klein beetje van de potentie van die wet is nooit vervolmaakt. Nee, want in een beter, in een idealere wereld volgens jullie, wat hadden we dan nog meer gereguleerd? Iets waar ik zelf heel enthousiast over ben, is zijn de regels rondom aanbevelingssystemen. Ja. Dus dat is eigenlijk alles wat bepaalt welke content jij te zien krijgt en waarom. Ja. De regels zijn erg afgezwakt. Er lagen voorstellen op tafel die bijvoorbeeld zeiden, iedereen mag zijn eigen aanbevelingssysteem maken. Dus ik zou een aanbevelingssysteem kunnen maken, daar zou iedereen in deze zaal zich op kunnen abonneren. En dan krijg je de content waarvan ik vind dat je hem te zien moet krijgen. Ja, nou, dat is een beetje het pushen van die waarheid. Oké, de waarheid pushen. Precies, ja. En het voordeel daarvan is dat als ik allemaal meuk jouw kant op ga sturen, dat je dan weet wie ik ben en mij weet te vinden en mij daarop aan kan spreken. Maar het kunnen ook partijen zijn, dus mediapartijen, waarvan mensen zelf kunnen bepalen, deze mediapartij geloof ik. Ja. Kan een publieke omroep zijn, kan ook een andere zijn. En dan kun je op die manier eigenlijk veel meer grip krijgen op jouw online omgeving. Hm. Dus die regels gaan niet ver genoeg, maar er zijn er in ieder geval al meer dan er waren. Hm. Nou ja, maar je gaat iets zitten controleren wat misschien het zijn in feite allemaal commerciële platforms. Ja. En ze hebben een heel ander belang. En we zitten, winstmaken is en belang. Ik erken dus de problemen van clickbait en polarisatie en er kan beïnvloeding tijdens de verkiezingen, hoewel ik niet weet hoe groot dat is, en trollenlegers, hoewel ik daar ook van niet weet hoe groot dat probleem is, dat weten we helemaal niet. Nee.
Maar we gaan dus eigenlijk iets zitten controleren wat al eigenlijk de andere kant op moet. En dat krijgt dan regels. En die regels zijn naar mijn idee ook boterzacht om dat probleem op te lossen. En misschien, en dat denk ik, er is niet nagedacht over de onbedoelde effecten van... Want dat kan, als je jouw verhaal hoort, denk ik, nou, het kan alle kanten opgaan. En een van die belangrijke onbedoelde effecten is natuurlijk dat die trusted flaggers, dat om de haverklap gaat gebeuren. En dat dus dat er heel veel groot inquisiteurs gaan opstaan en dat opeens dat internet opeens een hele onvrije plek is. Mm-hmm. Maar misschien gaat dat wel niet gebeuren, maar ik zie, en dat is met heel veel van dit soort projecten natuurlijk, dat er in feite die stap is. Dus je hebt een doel, je gaat een middel, je hebt een soort technocratische, instrumentele rationaliteit. Hoe gaan we dit doel oplossen of aanpakken? Maar niet van, als we dit instrument gebruiken, wat gebeurt er dan? Dat vind ik ook heel problematisch, maar om even, zet het wel kernachtig neer wat nou interessant is aan de DSA. Trusted flaggers bestaan al. De platforms doen het vrijwillig, ook op aanmoediging van de overheden. In Nederland hebben we ook een Netherlands Internet Referral Unit van de politie, die ook aan trusted flagging doet. Maar daar zijn nu helemaal geen waarborgen voor. Misschien is jouw account wel verwijderd naar aanleiding van een melding van een trusted flagger. En je zult het nooit weten. Maar onder DSA kunnen we betogen dat als er een beslissing is naar aanleiding van een trusted flagger, dan hebben we het eerst in een lijstje van welke trusted flaggers er bestaan. En weet je... als individu of het een beslissing is geweest van de partij, van het platform zelf, of dat de trusted flagger erachter zat. Dat zouden dus op alle manieren zijn het al dynamieken die al bestaan, die nu in nieuwe banen worden geleid. En ik denk dat dat positief is. Okay. Ja, maar bij jou klinkt ook optimisme van nu lossen we dat probleem op. Terwijl het als het ware, denk ik, van die hele trusted flagger, dat is gewoon bullshit. In de kern. Maar je zei net dat je niet wilde dat de platforms beslissen. Ja. We willen ook niet dat de overheid beslist. Ja. Iemand moet de beslissing maken. Nee, maar ik ben wetenschapper. Daar heb je in de wetenschap een heel systeem om te komen tot wat waarschijnlijkheden zijn die in de bredere acceptatie krijgen. Die weet, feiten bestaan niet, bestaan nooit. Ja. Dus van de trusted flagger, daarbij zit al de aanname dat je kunt onderscheiden tussen wat waar is. We hebben nog één agenda. Wetenschappers gaan nooit over wat waar is of niet. Wetenschappers gaan over betrouwbare bronnen zijn. Ja. Wezenlijk is dat in onze democratische rechtsstaat, mm-hmm, dat burgers zelf kritisch zijn en kunnen onderscheiden en moeten leren onderscheiden wat voor hun relevant is en niet, dat er niet nog bemiddeling tussen moet zitten. Behalve waarschijnlijk een juridisch kader, de wet. Ja. Dat als iemand oproept tot haat geweld, helemaal prima. Ja. Dat lijkt me, maar dat is het enige, zou ik zeggen. Ja. Maar Evelyn, dan zeg jij, nee, dat is niet voldoende. Nou, ten eerste, dat is wel voornamelijk waar de wet zich op richt. Dus alle rechten die gebruikers hebben, alle content, soort mechanismen die erbij komen, richten zich met name op illegale content. Maar je zei, waarom moet er eigenlijk iemand kiezen over bepalen welke content wel of niet? Kijk, in principe hoeft dat niet. Als ik hier de Holocaust ga ontkennen, om dat voorbeeld maar aan te nemen, dan blijft dat binnen deze zaal. We zitten in een debatzaal. Waarschijnlijk weten de meeste mensen wel hoe. Je weet maar nooit. En als er iemand op een hoekje van het internet op een forum dat zegt, is er eigenlijk ook niet zoveel aan de hand. Wat er erg is en waar iets aan gedaan moet worden, is dat er bij deze grote platformen een verdienmodel is aan het laten circuleren van die content. En dat is hetgene dat moet stoppen. Dus het gaat niet om... Ja, dat ben ik met je eens. Het gaat niet om de meningen, het gaat niet om nepnieuws, om desinformatie. Het gaat wat mij betreft zelfs niet om illegale content. Want je zou ook kunnen zeggen, veel illegale content schaadt niemand. En als dat blijft op een hoekje van het internet, in iemands woonkamer, is er eigenlijk vaak niet zo heel veel aan de hand. Het voorbeeld dat jij net gaf natuurlijk wel. Maar op het moment dat er, omdat er een verdienmodel is, informatie op zo'n manier gecirculeerd wordt, op zo'n manier gedeeld wordt, dat het maatschappij ontwrichtend wordt, dan moet er natuurlijk worden ingegrepen. Ja. Maar is dat niet, want dan wordt het heel gevaarlijk, want dan wordt het toch vanuit de optiek van sommigen of velen een politieke beslissing uiteindelijk. Nou,
En dus als het Trump fantastische held, die altijd die al verstand heeft van de kernfysica en van weet ik wat allemaal nog meer, virologie enzovoort. En als een heleboel mensen dat geloven, gaan heel veel mensen op hem stemmen. Ja. En dat is, maar dat zullen ze, de mensen die op hem stemmen, zullen zeggen: ja, maar wij, dat is waar en dat is goed. En daarom vind ik dat deze wetten ook lang niet ver genoeg gaan. Ja. Want wat ze hadden moeten doen, is ze hadden moeten zorgen dat er geen enkele very large online platform zou zijn. Dus geen enkel platform dat met één interface, één set aan regels meer dan 45 miljoen mensen bedient. Dat is wat ze hadden moeten breken. En in plaats daarvan hebben ze een beetje van beide gekozen. Dus een klein beetje markt breken, maar ook toch weer vertrouwen op die zelfregulering. Dus die systemische risico's waar Paddy al het over had. Daar zie ik toch wel een groot gevaar. Dat wetgever toch linksom of rechtsom te veel te zeggen gaat hebben over online informatie. Ik wil jullie heel erg danken voor jullie aanwezigheid. En het gesprek gaat door bij deze. Dank je wel.